48-89 voor Skobrev. Danny Morrison, snelste dit seizoen op de 1500 meter. Ready. Hij reed als enige onder de 1.44. Dit seizoen in Calgary. In december. Jan Bos kan de euforie van Sparendammer Simon Kuipers nog doen omslaan in berusting. Kuipers opende 23.96. Jan Bos zal dat ook moeten kunnen. Hoewel, ja, openen en Jan Bos, dat is dit jaar geen vriendschap gebleken. 23.95 is dan voor Bos een goede opening. Een hele goede opening zelfs voor Jan Bos. Die op 500 meter er maar niet in slaagt onder de 10 te openen. En hij heeft een prettige tegenstander, Bos. Dan moet hij nu met hem mee, met Morrison. Dan moet Bos nu wat pijn willen lijden. En meegaan met Danny Morrison. Kijken we naar Jan Bos, 50-57, 1200ste sneller dan Simon Kuipers. Ronde van 26-6. Morrison, zijn beurt, onder het schema van het baanrecord. Een hele seconde wellicht. Schema baanrecord gaf hier 1.17.95. Morrison 1.17.13, nog altijd sneller dan het baanrecord. Bos 1.18.26, halve seconde sneller dan Kuipers. Komt verder de laatste ronde aan. Haalt Morrison een baanrecord? Haalt Bos een streep door de naam Kuipers? Veel om naar te kijken. Eerst maar Morrison. Haalt hij het baanrecord van Fabrice 1.45.66? Het antwoord is nee. En dan Bos 1.47.52. Die haalt een streep door de naam Kuipers. Jan Bos plaatst zich hier op de 1500 meter voor het wereldkampioenschap afstanden in Salt Lake City. 1.47.52. Hij is daarmee bij de beste 8 en de snelste Nederlander op de 1500 meter. Erben Wennemars zou nog sneller kunnen zijn dan Jan Bos, maar Wennemars heeft zich al geplaatst via het klassement. Morrison 1.46.07 is voorlopig de spekkoper als we kijken naar de dagzegen. Hij is met verve de nummer 1 op dit moment. Net geen baanrecord. Maar het baanrecord kan er alsnog aan in deze rit. De koningsrit tussen Wennemars en Fabrice. En dan denk je toch altijd weer terug. Eerder in dit seizoen aan hun ontmoeting in Berlijn. Toen Fabrice met Wennemars speelde. En Wennemars reed toen ook een hele goede rit. Was in topvorm. De opening. Daar moet Wennemars zijn winst pakken. Uiteraard 23-40. En Fabrice voor zijn doen een hele goede opening van 24-08. Fabrice is er wel wat van plan, hè? Ja, dit zal Fabrice nog niet verontrusten. Dat Wennemars hier de voorrang pakt. Zo wint Fabrice wel vaker zijn 1500 meters. Wennemars met een ronde van 26-2. Gaat voor de zegen, gaat voor alles. Alles of niks. Wennemars nummer 1 in het klassement van de wereldbeker. 40 punten staat hij voor op Fabrice. 3 keer al won Wennemars een wereldbeker, maar nog nooit op de 1500 meter. 3 keer won hij de wereldbeker 1000 meter. Schema baanrecord gaf hier 1.17.95. Wennemars 1.16.59. Fabrice komt terug. Natuurlijk komt Fabrice terug. En nu kruist Fabrice hier voor Wennemars. En moet Fabrice weer gaan meelopen in die buitenbocht. Waar hij in Berlijn de winst pakte. Daar is weer de versnelling van Fabrice bij het ingaan van die bocht. Maar Wennemars heeft erop gerekend. Daar pareert nu de aanval. Wennemars, wat kun je nog? Daar komt Fabrice. Daar komt hij weer. Daar komt hij weer, die Italiaan. En hij is er langs. 1.44.97. Weer een baanrecord voor Enrico Fabrice. Fabelachtig. Je weet dat het gebeuren gaat. En ergens halverwege denk je, ja, maar vandaag lukt het hem niet. En dan lukt het hem toch weer. Je weet hoe het gaat en het gebeurt zo. 1.44.97. Enrico Fabrice rijdt sneller op de 1500 meter
dan tijdens zijn Olympische race. Een jaar geleden, zeg maar, ook in februari. Hij rijdt sneller dan een kleine maand geleden hier tijdens de Universiade. Toen hij zijn baanrecord aanscherpte naar 1.45.66. En nu heeft hij de sleutel gevonden. Tot een memorabele ritzegen, een memorabele dagzegen, een memorabele race. Kijk eens, 1-2 meter achterstand bij het uitkomen van de bocht. En dan komt hij los, die Italiaan. Grote klappen, grote slagen met die armen. En dan vliegt hij langs Wennemars. Het armgebaar op de streep daar van Wennemars. Hij weet wat er te wachten staat. Hij weet wat er gebeuren gaat. Hij heeft alles gedaan om zich daartegen te verzetten. Hij heeft een goede race gereden, Wennemars. Tactisch ook goed. En toch wordt hij afgetroefd.